mij is iedereen wel een beetje, dus ik denk dat ik gewoon lekker van start ga. Ik zal eerst even mezelf voorstellen. Ik heet Sanne en ik ben jullie host vanavond voor deze tweede webinar, waarin Jos ons eigenlijk gaat uitleggen hoe je in je eigen omgeving de bij kunt helpen of ondersteunen. En ik ga gewoon eerst even een paar praktische dingen doorspreken, want ik hoor nog steeds een paar mensen die hun geluid aan hebben. Volgens mij zijn jullie nu allemaal gemute. Dan is nog voor mensen die hier helemaal onbekend mee zijn, kun je rechtsbovenin zie je view staan. Dan kun je kiezen voor speaker. Dan zie je nu in dat geval mij en straks ook Jos. En de gallery view, dan kan je iedereen gewoon zien. Voor als je dat heel leuk vindt om al die verschillende hoofdjes te zien. We gaan vanavond dan alle vragen stellen via de chat. En dat zie je eigenlijk in de zwarte balk onderin. Daar zie je chat staan. Daar, zoals je nu ziet, heb ik daar getypt hi. Nog wel goed om te weten voor iedereen is dat we dit webinar gaan opnemen. Dus als je zoiets hebt van, ik wil liever niet in beeld komen, dan is het misschien aan te raden om eventjes je video uit te zetten. Nou, mochten er nog vragen zijn, je komt ergens niet uit met een technische vraag, dan kun je het altijd even in de chat zetten. Hi Zara. En dan, dan ga ik je proberen tussendoor te helpen. Nou, dan denk ik dat we gewoon Jos het woord gaan geven. Ik zie ondertussen dat er nog een paar mensen binnenkomen die ik ga toelaten. Ja, het is ook een bijzondere dag. Het is Wereldbijendag. En voor ons bij Odin is altijd de meimaand, bijenmaand is altijd een hele bijzondere maand. Dan besteden wij heel veel aandacht aan de bij. En geven we ook veel aandacht aan onze Odin-imkerij. Dus ik ga gelijk aan Jos vragen. Even kijken. Nog wat mensen die binnen willen komen. Ja, goedenavond Jos. Ja, goedenavond Sanne. Hey. En goedenavond iedereen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, fijn. Ja, ik ben benieuwd Jos, eigenlijk. Wanneer, dit wist ik namelijk nog ook helemaal niet van jou. Maar wanneer begon eigenlijk jouw liefde of fascinatie voor de bij? Ja, ik zou bijna zeggen toen ik de eerste steek kreeg. En toen ik helemaal warm werd daarvan. Ja. Ik voel daar niet al te heftig. Mijn reactie was niet te heftig. Maar ik denk toch de fascinatie. Ja, begon eigenlijk toen ik voor het eerst een bijvolk opende. Ja. Dat ik die geur en die warmte uit de kast tot me voelde komen. En dat enorme gekrioel, wat zo enorm goed en mooi samenwerkt, dat je dat voor je hebt. Ja. Een enorm ontzag voor zo'n wezen, wat je dan voor je hebt. Ja. Ja. Ik was nog benieuwd, zou je misschien nog heel kort willen uitleggen voor de mensen thuis wat precies de Odin-imkerij is en wat jij daar doet met alle hulpimkers? Ja, de Odin-imkerij. Wat wij doen is dus bijvolken plaatsen bij boeren die producten leveren aan Odin. En we zitten nu midden in de meimaand, bijmaand, of gewoon in de meimaand dus. En dat is de zwermtijd. Dus we hadden afgelopen maandag, had ik een Zoom-sessie met alle hulpimkers. Er zijn 10 hulpimkers in totaal op verschillende locaties in het land. Mm-hmm. Verbonden aan iedereen verbonden aan een boerderij, die mij helpen. En we hebben gesproken over inderdaad de zwermtijd. Hoe vang je zwermen? Hoe kun je ze ondersteunen? Hoe voer je ze? Hoe verzorg je ze? Waar is er ruimte voor zwermen? Waar staan lege kasten? Bij welke boeren? Nou, et cetera, et cetera. Dus het is, en vandaag ook weer een zwerm geschept door Jan. Onze Jan Brilman op Tijdingsweert. Een enorme grote zwerm. Dus dat deden we dan ook meteen in de app. En dan komen de reacties van, jeetje, wat een zwerm is dit.
Dus ja, dit is eigenlijk even de mooiste periode die ik jaar vind. Dat alle prachtige zwermen geboren worden. Ja, dit is eigenlijk ja, onze jonge volken, zou je kunnen zeggen. Ja, ja zal ik van start gaan? Ja, je zit ook zo ja. Mooi daar. Ja, fantastisch. Ik zie dat er ja. Nog een paar mensen binnen willen komen. Ja, ja laat ze doen. Ik ben hier bewust gaan zitten. Ik zit in mijn huiskamer. En met achter mij mijn kleine tuintje. Mijn mini-tuintje. Ik wil jullie vandaag een beetje meenemen. We hebben maar een uurtje. Dus ik wil eigenlijk in een half uur proberen zeg maar, te schetsen wat je zelf zoal kunt doen in je tuin. En na dat half uur zou ik vragen willen gaan beantwoorden en in gesprek gaan met jullie. Dus vergeet vooral niet in de chat je vragen te noteren. Zodra die boven komen, dan kan Sanne die waarnemen en dan kunnen we daar straks mee aan de slag. Ja, en dan ga ik inderdaad mijn best doen, of wij gaan ons best doen om alle vragen te beantwoorden. Maar het kan ook soms zijn dat we niet alle vragen kunnen beantwoorden of dat ik ze ga bundelen. Maar stel vooral lekker veel vragen hoor. Ja. Nou Jos, je mag beginnen met je presentatie. Ik ben dankjewel. Benieuwd. Dankjewel. Nou, kijk, wat je achter me ziet. Ik zal iets wat het een en ander laten zien. Ook nog vrij veel steen hoor in mijn tuintje. Dus helemaal niet perfect nog. Ik heb daar een klein groentekastje heb ik staan. Ik heb daar een heleboel potten staan met allemaal planten erin. Vogelhuisje. En wat ik ook heb gemaakt is een... ik weet niet of je hem kunt zien, maar ik heb een flowform, een water in de tuin. En dat is echt een fantastisch plekje. Met name voor vogels. Die komen daar drinken en badderen. Het is echt een feest om dat te zien in je tuin. Ik heb een perenboom, zie je daar tegen de schutting. Hier zo, dat is wel leuk, dat kan ik zo aanwijzen. Ik heb een perenboom tegen de schutting staan. En ik heb frambozen en ik heb bramen. En in de voortuin heb ik een pruim. We hebben een heleboel kruiden die ook in bloei mogen komen. Nou, natuurlijk heel veel groentes. En in de voortuin komen de herfstasters al boven de grond. Okay? Dus die komen nu al boven de grond en die zijn heel belangrijk straks, de herfstasters, voor in het najaar. Dan hebben ze de bijen ook nog iets te eten. En ik heb natuurlijk hele mooie bomen hier in de buurt. Wat dat betreft leef ik in een mooi parkje eigenlijk, rondom mijn huis. Mooie berken en ook spar staat daarboven. Dat zegt ook hele mooie kersenbomen hier. En de buurvrouw ook heeft kersenbomen in de tuin. Dat is echt een mooi plekje. Nou, wat dan leuk is, als ik zo door mijn tuintje wandel, dat ik heb nou de afgelopen weken, zie ik iedere, vooral 's morgens, zie ik dan een dikke hommel in mijn tuin verschijnen. En die gaat dan bij de maagdenpalm, die staat hier. We hebben enorm veel, dit jaar is de maagdenpalm heel erg uitbundig. En dan zie ik dan zo'n hommeltje heerlijk komen eten. En dat is natuurlijk heel erg leuk om dat soort insecten waar te nemen. Ja, ik wil eigenlijk beginnen. Ik heb een presentatie klaarstaan met allemaal dia's. Dat gaan we zo meteen, wil ik die aanzetten en daar gaan we doorheen. Maar eigenlijk voordat ik dat laat zien, ga ik jullie gewoon een soort samenvatting geven wat je kunt doen. En die samenvatting die ik nu ga eigenlijk lezen en vertellen, die zal ook straks opgenomen worden in de presentatie. In die PowerPoint of in PDF, in die presentatie, die je straks allemaal kunt downloaden. Die komt op de website van Odin te staan. Dus ga dan niet als een dolle schrijven. Nou, dat mag natuurlijk wel. Dan onthoud je het veel beter. Nou, als je het lot van de insecten aantrekt, dan is natuurlijk het eerste waar je voor moet zorgen, is voedsel. Voedsel is het ene en nestgelegenheid is het andere. En dat is net als bij de bijen. Als mensen graag willen imkeren, dan zeg ik altijd, van, nou, dan moet je eerst kijken, is er wel voldoende voedsel binnen dat vlieggebied van de bijen, bij jou in de buurt? Maak een drachtkalender. Ja, nu kan ik weer praten. Iedereen hoort me weer?
Er staat hier een punt. Ja. Betty, zou jij je microfoon uit willen zetten? Goed zo, dankjewel. Dus dan gaan mensen een drachtkalender maken. Dus voedsel is heel belangrijk. Dus ook als we het over de wilde bijen hebben. En dat noem ik de bloeiboog. He, voedsel is de bloeiboog. Dus de bloeiboog betekent dat je eigenlijk probeert om vanaf januari tot in december eigenlijk voor voedsel te zorgen. Nou, daar gaan we zo nader op in. En dat begint eigenlijk met stinsenplantjes, daarna 1- en 2-jarigen, waar je aan kunt planten, vaste planten, struiken en bomen. Nou, zorg voor water in je tuin. Water is een heel belangrijk element. Als je bijvoorbeeld naar de bijen alleen kijkt, die gebruiken nou, al per jaar functies, weet ik niet, hoor. 25 liter per jaar. Nu is die uit, Betty, je microfoon. Prima, laat het zo alsjeblieft. Nou, denk ook aan waardplanten als je je tuin gaat inrichten. Ja, waardplanten, brandnetels bijvoorbeeld. Dat is een hele lijst te zien, die zal ik straks ook, die kun je bekijken. Grassen zijn trouwens ook heel belangrijk als waardplant. Waardplanten zijn planten waar onder andere vlinders hun eitjes in afzetten. Ja, die zijn heel essentieel. Een kruidenrijk gazon. Ja, dus laat die kruiden opkomen in je gazonnetje. Heel belangrijk. Laat het ook eigenlijk verwilderen. Maak het ruig. Ja. Dus rommelige plekjes. Dat is eigenlijk misschien een heel belangrijk woord. Zo van rommelhoekjes heb je nodig. Ook voor die overwinteringsplekken. Dat geldt ook voor allerlei andere dieren. Is dat heel belangrijk dat je die plekjes hebt. Maar ik zei al, het andere thema is nestgelegenheid. Die bijen, die, dat zullen we zo zien, die hebben een plek nodig. Sommige, de meeste eigenlijk in de grond. En een aantal die nestelen boven de grond. Dus in holle rietstengels, ja, of in leem, of in de, nou ja, et cetera. Dat gaan we zo bekijken. Dus daarvoor heb je echt rommelplekjes in je tuin nodig. Het liefst voor dood hout, oud hout. Laat het gewoon liggen, laat het oud worden. Hang een bijenhotel op. Maak hem zelf. Op een warme plek. Laat je inspireren. Ik zou zeggen, kijk allemaal op bloeibogen.nl. Dat is een hele nieuwe site. Ook hulpvoorbestuivers.nl. Dat zijn fantastische sites. Waar je dus heel veel, echt ontzettend veel kunt leren. Sorry dus Jos, ik ga heel even ingrijpen, want ik zie dat Jannie haar scherm deelt. Ja. Zou je dit uit willen zetten, Jannie? Ja, volgens mij is het nu goed. Top. Ja. Ja. Even kijken, ja. Nou, bij bloeibogen.nl, daar kun je dus, dat is een landkaart van Nederland, dan kun je gewoon met de postcode, kun je dus je eigen tuintje opzoeken en aangeven. En dan rolt daar eigenlijk uit welke insecten daar zouden kunnen voorkomen. Van die 380 of 360 verschillende soorten solitaire bijen. En dan kun je dus aangeven zelf wat voor vegetatie je hebt en welke bijen je zou willen ondersteunen. En daar komt daar dus een advies uit voor jouw plek. Nou, dat is heel erg leuk. Daar kun je ontzettend veel van leren. En hetzelfde geldt voor die andere site, hulpvoorbestuivers.nl. Die staat ook straks in de lijst. Raad ik iedereen aan om gebruik van te maken. Nou, mocht je gaan aanplanten, gebruik in hemelsnaam het liefst inheemse en biologische materiaal. En niet met gif opgekweekt materiaal, zaden, planten, struiken of bomen. Je kunt stenen stapelen in je tuin. Een walletje maken met wat aarde ertussen. Het liefst op een warme plek. Dat zijn hele mooie plekken voor de solitaire bij. Of een open plek waar de bodem niet begroeid is. Dat zijn hele mooie plekken voor de solitaire bij. Nou, eet biologisch of het liefst biologisch dynamisch. Dat zijn hele diverse, biodiverse plekken. Nou, gif heb ik al genoemd. Heel belangrijk is denk ik ook om steeds maar weer te onderstrepen, composteer. Maak een composthoop. Werk met de compostpreparaten. Om dat te vitaliseren en te dynamiseren.
En breng dat ieder jaar weer uit in het voorjaar. Nou, heb ik nog niet genoemd, maar als jij hier kijkt bij mijn dakrandje, hier zo van mijn schuurtje, dan is het een beetje groen, zie je daar misschien. Daar heb ik dit voorjaar een sedumdakje opgelegd. Sedum, dat zijn kleine vetplantjes. Dat zijn iets van 8 of 10 verschillende soorten. Nou, dat is ontzettend leuke planten, drachtplanten, voedselplant voor de solitaire bijen, maar ook voor honingbijen. Nou, gebruik hagen in plaats van schuttingen, beveel ik mensen aan. Oké. Goed. Nou, ik stel voor dat we gaan naar de presentatie, naar de dia's. Dan gaan we nog veel meer vertellen. Even kijken, ik ga even wat share. Zo. Oh ja. Nou, dit is natuurlijk een prachtig beeld, deze foto. Het leuke is dat je hier eigenlijk een heleboel eetbare bloemen onder andere ziet. Natuurlijk ook groentes. Ik zie dat daar de prei doorgeschoten is en die komt in bloei. Of een ui, ik zou het niet eens weten, daar rechtsboven. De alliums zijn ontzettend belangrijk. Dus als je een moestuin hebt, kun je ook heel veel gewoon door laten schieten of een paar planten. Ja, als we het hebben over insecten, er zijn tienduizenden verschillende insecten in Nederland. En als we het hebben over bijen, dat is eigenlijk maar een heel beperkt groepje. We hebben wel 4000 verschillende kevers bijvoorbeeld in Nederland. Of we hebben wel meer dan 2000 nachtvlinders in Nederland. Die moeten allemaal eten. Dus we gaan nu maar in eigenlijk op een hele kleine groep. Maar ik hoop dan maar dat als wij gewoon hele rijke biotoopjes maken, dat we eigenlijk ook voor die andere insecten heel veel kunnen betekenen. Nou, dit is eigenlijk een zoekkaart wilde bijen. Je ziet hier de nummertjes 1. Dit zijn eigenlijk de honingbijen. Hè. Dit is de dar, het mannetje. Dit is de koningin. Dit is de werkster. Die leven met duizenden samen. Het is een heel bijzonder dier. Daar gaan we het zo nog een beetje over hebben. Ik wil het even hebben over dit bijtje. Dat is namelijk het vosje. Dit is het vrouwtje. En dit is het mannetje. Prachtig bijtje. Dus bijna eigenlijk al, de tijd zit er alweer bijna op. Die kwam ik, ik denk een week geleden tegen bij ons in de steeg. Vloog hij voor me uit in een rechte lijn. Je kunt hem niet missen, dat insect. Hij is zo mooi groot en oranje. Hele mooie kleur. Deze nestelt in de grond. Ik zal even, oh dat is hem. Dat is het vosje. Ja. Hij nestelt in de grond en hij vliegt ongeveer, dat is heel leuk, kun je allemaal in documentatie opzoeken. Zeg maar van in april en mei, half mei. Een hele korte periode eigenlijk maar. Ja, dus zo heb je allerlei verschillende bijen die in verschillende periodes van het jaar verschijnen. En dan weer verdwijnen. Behalve de honingbij, die zie je eigenlijk het hele jaar rond. En dus als je daarin verdiept in al die insecten, ze leven allemaal op verschillende manieren. Ja, dus wat dit diertje doet, dat maakt een kleine gang in de bodem. Misschien 30 centimeter lang. En dan ligt hij onderin, legt hij daar wat stuifmeel. En dan legt hij daar een eitje bij. En dan vertrekt hij weer. En hij maakt dat hele gangetje, dat graaft hij zelf. Dus hij moet ergens dat plekje vinden waar hij dat kan maken. Ja, zodat en dan hopen dat je die grond moet je natuurlijk ook niet beroeren, zeg maar, en weer dichtschoffelen. En daarom heb je ook die rommelplekjes in je tuin nodig. Dat je dat echt ook met rust laat. En dan overwintert dat daar soms als, soms als al geboren dier en soms als pop overwinteren ze daar. Soms worden ze dan geboren, gaan paren. Dat zullen we zo zien bijvoorbeeld hier bij de aardhommel. De aardhommel is natuurlijk die heeft een andere manier van leven. Die maakt een kleine kolonie. Vaak in de grond, maar die kan ook in je, daarom heeft hij ook aardhommel, maar hij kan natuurlijk ook heel goed in een nestkastje terechtkomen. In een vogelkastje. Ik noemde hem al net. Dus in het voorjaar zie je de koninginnen. En
Nou, die koningin die begint dan een nestje op te bouwen in het voorjaar. Vaak in een oude, ja, een wespennest in de grond. Of, nou, het kan van alles wezen, waar muizen hebben gezeten. En dat gaat hij heel opbouwen. Dan gaat hij zijn kleine wasdektrommeltjes, ja, kleine doosjes maakt, die doosjes. Waar hij de nectar in bewaart. En dan gaat hij een nestje bouwen. En op een gegeven moment komen de kinderen. Zijn vrouwtjes komen uit. Ze krijgen dochters. En zoons. En later in het jaar, dan gaan die paren. Er komen nieuwe koninginnen, worden daar bevrucht ook. Dus, en alle andere hommeltjes die sterven. En alleen de koninginnen die overleven. En die gaan de winter in. Diep in de grond. En in het voorjaar begint het dan weer helemaal opnieuw. Zo leeft de aardhommel. Nou, de rosse metselbij is een hele bekende verschijning, komt heel algemeen. Van die 360 voorkomende wilde bijen staan er ongeveer de helft op de rode lijst. Deze niet. Die zie je heel vaak in bijenhotels verschijnen als eerste. Heel veel voorkomend. Dus die in principe, zeg maar, nou, die nestelt dus boven de grond. Ook wel trouwens, lees ik. Op de ene site ook wel eens onder de grond en soms ook wel boven de grond. Nou, die nestgelegenheid heb ik daar net over gehad. Doei. Daar zie je hem uit de grond komen. Dat is prachtig, hè? Soms zie je dat van die, als je hele fijne zandkorreltjes vindt, dan zijn het vaak mieren. Maar is het wat grover met een hoopje, dan is het bijna altijd dus een bij die daar aan het graven is. Nou, dit is dan die metselbij, de rosse metselbij, bij dus die holle stengels, waar ze heel graag achter elkaar dus hun eitjes gaan leggen. Dus dat gaat zo, dat helemaal achterin, daar legt hij dan weer een hoopje stuifmeel, wat hij verzameld heeft van de bloemen. Daarom zijn die bloemen zo belangrijk. Dan wordt er een eitje opgelegd en dan doet hij daarvoor weer een stapeltje stuifmeel, weer een eitje. En zo kan daar een heel rijtje achter elkaar gelegd worden. Hier zie je dat bijvoorbeeld, heel, heel mooi. En dan zie je dus dat hier is die larf, dat eitje is uitgekomen, komt een larfje uit. En die eet dan, die heeft al een heel groot deel van dat stuifmeelkorreltje. Hier zie je het nog helemaal liggen. Hier heeft hij al een groot deel opgegeten. En uiteindelijk gaat hij zich verpoppen. Ja, voor nestgelegenheid van de honingbijen, dit is in de natuur, zo gaat het in de natuur. Ja, dit is een holle boom. Het is prachtig, is eigenlijk het allermooiste. Maar goed, holle bomen zijn er heel weinig, veel te weinig. Het zijn vaak de holen waar een zwarte specht in heeft gezeten. Omdat hier zo weinig zijn, gaat een bijenvolk vaak zo hangen. Als ze niks echt kunnen vinden, of vaak af en toe. Ik ben het eigenlijk zelf nog maar amper tegengekomen. En zo'n volk is natuurlijk ten dode opgeschreven. Nou, het is veel beter om zo'n zwerm even te scheppen en dan in een kastje te doen. Nou, het is natuurlijk heel leuk om ook je eigen hotelletjes te maken. Dus neem dan een stukje hout, centimeter of 20 maximaal diep. En boor daar gaatjes in, tussen de 2 en de 10 millimeter. Moet vrij glad zijn aan de binnenkant. En hang die dan op een warme plek. Hier, je kunt het mooi combineren. Hier zie je dat er wat gaas voor gedaan is, zodat de vogels het er weer niet uittrekken. Want die zijn ook, ja, dus dat. Die kun je dan zo ophangen. En zo kun je hele mooie bijenhotels maken. Soms zie je echt gigantische bijenhotels. Waar allemaal leme wanden gemaakt in worden. Een hele combi. Het is een hele leuke activiteit. Op school, met je kinderen, met de buurt. Het is erg leuk om te doen. Maar vergeet niet om het echt op een warme plek te zetten. Want dat is essentieel. Ze zijn echt heel erg belangrijk. Die warmte is heel belangrijk. Kijk, bijen kunnen zichzelf warm houden. En daardoor kan het dat bijenvolken al zo enorm massaal aanwezig zijn, heel erg vroeg in het voorjaar. Maar dat kunnen wilde bijen niet. Nou, hier heb je het sedumdakje. Je moet dan voor voedsel zorgen voor die bijtjes. Hier heb je natuurlijk een prachtige flowvorm. Zorg voor water in je tuin. Nou. Hier heb je een allium. Ik weet niet of het een prei of een ui is. Heel belangrijk. Hè? Dus je kunt een uitje kopen bij wijze van spreken. Het is een prachtige drachtplant. Als die helemaal tot bloei komen, dan gonst het van de insecten. Nou, als je vroeg het jaar begint, dan beginnen we eigenlijk met de stintse planten.
Dus die kun je aanplanten. Dus dan heb ik het over sneeuwklokjes, krokusjes, winterakonietjes, skilla's, boshyacintjes. Dat zijn allemaal van die voorjaarsbloeiers. Die echt heel belangrijk zijn voor heel veel insecten. Ja. Nou, je ziet het, hè? Sneeuw ligt er nog op. Nou ja, daarna krijgen we de wilg, die zie je daarachter staan, en de kers. Dus het fruit gaat bloeien, heel belangrijk. De hazelaar komt erbij. En onderschat niet wat één boom soms, hè, voor, zeker voor bijen, maar ook voor honingbijen, maar ook voor natuurlijk solitaire bijen, kan uitmaken als ze die kunnen bereiken. Want die heeft natuurlijk ongelooflijk veel voedsel, zowel nectar als stuifmeel beschikbaar voor de insecten. En überhaupt, bomen, hè. Begint in het voorjaar, ja, je hebt zoveel soorten bomen, maar bijvoorbeeld een Noorse esdoorn, die bloeit al in januari. De wilg krijg je dan. En je hebt wilgen die lang kunnen ook, hè. Je hebt heel veel soorten wilgen, kunnen een hele lange periode uiteindelijk bloeien. Wat staat er nu te bloeien bijvoorbeeld? Dat zou een soort quizvraag kunnen zijn. Maar we hebben nu natuurlijk de paardenkastanje staat volop te bloeien. De rode en de witte, dat kun je ook heel mooi zien, hè, als je naast een bijenkast gaat zitten. Want dan zie je dus dat hele knalrode stuifmeel binnenkomen van de rode paardenkastanje. Dat is heel mooi om te zien. Ja, nou ja, zo gaat het jaar door. De hele belangrijke dracht is de linde, zeggen we altijd. Daarvoor hebben we nog de acacia. Dat is heel belangrijk. Na de linde krijgen we de tamme kastanje. Nou, dan vergeet ik er nog ontzettend veel. Maar dat zijn allemaal boeken van, dat kun je allemaal... En let ook op in de natuur, hè. Ik zou ook zeggen, ga eens naar een boom kweken. Bezoek die iedere maand. En let op, en hetzelfde geldt voor een tuincentrum. En kijk rond, wat er gewoon bloeit. En onderzoek dan van, wat vind ik mooi, wat vind ik interessant, wat zou ik in mijn tuin willen hebben. Ja, want de een heeft gewoon een postzegeltje of een balkonnetje, en die komt niet verder, zal maar zeggen, dan bloempotten. Die ook heel belangrijk zijn. Die kun je helemaal volzetten met allerlei kruiden, bijvoorbeeld. Heel belangrijk. Ja, die kruiden, zoals hier, hè? Dit is natuurlijk bieslook. Bieslook is heerlijk om te eten, maar je kunt het ook gewoon even laten doorschieten. Dan krijg je een ongelooflijk mooie drachtplant. Een wilde majoraan, of salie, of lavendel. Zo heb je ontzettend veel. Tijm is een hele goede, hele verwarmende planten zijn dat. En, ja. Nou, dan hebben we het over de struik. Struiken, zorg ook voor een paar struiken, zou ik zeggen. Eigenlijk van laag naar hoog. Laat het opklimmen. Dit is een kardinaalsmuts. Hele goede drachtplant. Dit is een liguster. Ook een groenblijvende, trouwens. Kun je een hele mooie haag van maken. Heb je allerlei soorten in. Hele goede drachtplant. Dit is een kamperfoerie. Dat is natuurlijk een klimmer. Maar voor het voorjaar heb je ook de struikkamperfoelie. Die bloeit dan in januari. Ja, dat is echt een feest als je die ruikt. Dat is echt een ongelooflijk voor insecten. Net zoals de toverhazelaar. Dit is natuurlijk ook heel mooi. En net zoals dit is in de avondbloeiing. Kun je hem zo heerlijk ruiken. Net zoals de teunisbloem trouwens. Dat is ook zo'n avondbloeier. Ja, daar kun je ook naar kijken trouwens. Linnaeus heeft dat gemaakt. Dit is zo'n klok. Dus wat bloeit er 's morgens en wat bloeit er 's avonds? Dat is ook heel erg interessant. Dus niet alleen de bloeiboog door het jaar heen, maar ook gewoon in de dag. En bijvoorbeeld ik heb ook al gezien dat klaprozen, zag ik weer langs de snelweg staan. Die komen op, nou die bloeien vooral in de ochtend. En zo'n tuinersbloem die bloeit dan in de avond. Dat is ook heel leuk om te onderzoeken. En om eventueel als je de ruimte hebt, zo'n hele mooie grote klok te maken. Ik weet, er zijn parken in Europa waar ze dat aan hebben gelegd. Dus Gelderse roos, heb je ook allerlei soorten in. Ook een hele goede drachtplant. En we zijn bijna bij het einde, denk ik. Dit zijn twee boeken die ik je heel erg aan kan raden. Van Albert Vliegendhart. Een tuin voor bijen en vlinders, echt fantastisch. Zakboek voor de bijentuin ook ontzettend goed. Staat ook straks in de lijst. Heel veel details. Bijvoorbeeld over de samenhang. Dat is ook zo'n hele wereld. Daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Maar de samenhang tussen een insect en een bepaalde plant.
Soms is die relatie 1-op-1. Bijvoorbeeld bij bepaalde het Gentiaanklokje bijvoorbeeld. Daar heb je het Gentiaanbijtje. Nou, als het Gentiaanbijtje dat Gentiaanklokje niet kan vinden, nadat hij geboren is, dan heeft hij gewoon geen schijn van kans. Dus je zult, nou, en dat vind je met name bij Albert Vliegendhart, die benoemt al die heel fijn afgestemde relaties. En dus als je dat insect wil in je tuin wil hebben, ja, dan zul je ervoor moeten zorgen dat dat plantje er ook echt staat. Nou, we gaan zo naar de vragen over. Ik laat nog even zien. Oh, wacht even. Ja, laat ik dat nu maar even zien. Wat je straks ook bij deze PDF krijgt. Dat is de samenvatting even, dat is dit ongeveer. Dit zijn de gratis te downloaden boeken op dit gebied. Ook die boeken die ik net heb laten zien. Dan de websites. IJs Nederland, dat zijn eigenlijk de mensen, de specialisten in Nederland, die zich bezighouden met insecten. En die hebben onder andere bestuivers.nl in het leven geroepen. Drachtplanten is een heel belangrijke, van Arie Koster. Dat is ongelooflijk, daar kun je dus kijken van wat voor grondsoort heb ik. Oké, wat wil ik stimuleren? Welke bijen? Oké. Waar kun je zaden krijgen, biologisch? Waar kun je biologische zaden en planten en struiken en bomen krijgen? Biologische kwekerijen en bomen. En de drachtplantenlijsten. Dus die krijgen jullie er allemaal bij. Als je tenminste vriend wordt, wou ik bijna zeggen, van de Odinheim krijgt. Sorry, dat had ik natuurlijk niet. Dat is alleen maar een tip. Ja. Ik sluit hem even af. Maar dat kan inderdaad wel. Dat kan inderdaad wel. Je zijn toekomen van harte welkom. Nou, ik ben er een beetje snel allemaal doorheen gegaan, realiseer ik mij. Maar misschien is het leuk dat we nu tot vragen en antwoorden overgaan. Als jij het share afsluit, Sanne. Of heb je dat al gedaan? Dat zal ik even doen. Ja. Dan kan het inderdaad niet ineens meer misgaan. Het was wel heel gezellig. Ik heb in de chat een vraag gelezen van Gerritse S. Het was nog aan het begin van je verhaal. Had je het over vlindereitjes. En hij of zij vraagt, waarom zijn de vlindereitjes belangrijk voor de bijen? Ja, die zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Want daar heb je het toch eigenlijk over. Want daar ben ik een groot pleitbezorger voor. Dat we niet ons gaan richten op één bepaald insect, maar ons zo breed mogelijk inzetten. Dus, en als je geen vlinders in je tuin wil hebben, ja, dan moet je er ook geen waardplanten neerzetten. Maar ik zou eigenlijk het hele insectenleven... Ik ben een insectenman. Het insectenleven verzorgt iets heel belangrijks in de natuur. Zonder insecten, de vogels doen dat ook, zijn ook essentieel. Dus laten we niet bepaalde insectenliefhebbers tegen elkaar opzetten. Zo van, ik ga voor de libellen en ik ga voor de wansen. Maar laten we in hemelsnaam gewoon zo de hele biodiversiteit ondersteunen. En als je dan toch in je tuin bezig bent en je hebt de mogelijkheid en de ruimte om ook daar rekening mee te houden, dan zou ik daar zeker toe willen oproepen. Ja, maar sowieso volgens mij heel veel tips die je hebt gegeven, die trekken heel veel insecten aan. Bijvoorbeeld ook de bijenhotels, daar komen toch ook heel veel andere insecten in wonen eigenlijk? Nou ja, je hebt, kijk, die natuur die leeft van elkaar. Dus als je een bijvoorbeeld een bijenhotel maakt, dan komen daar ook koekoeksbijen op af. Dus dat zijn bijen die misbruik of gebruik maken van die nesten die andere bijen hebben aangelegd. En net zoals de koekoek, leggen die dan ook gewoon een eitje erin. Maar het trekt ook sluipwespen aan bijvoorbeeld. Dus zeg maar, en de sluipwesp, dat is ook een parasitair wezen, maar die is essentieel. Zeg maar, als het gaat om de plaagbestrijding in jouw tuin. Om bijvoorbeeld je luizen druk binnen de perken te houden. Dus er is zo'n fijn afgestemd iets, die natuur. Dat stimuleer dat. En meestal is het zo, ik weet niet, dat zullen veel mensen wel beamen. Dat als je een enorme luizenplaag hebt, dat dan eigenlijk als van nature komt er ook het lieve heersbeestje bij jou in je tuin. Weet je, dus nou ja.
zorg daarvoor. Ja. En die moeten natuurlijk weer overwinteren. En daar, nou, dan krijg ik soms mensen die dan boos zijn, want dan treffen ze een heleboel lieve heersbeestjes aan bij hun kozijnen. Bah, wat doen die hier? Ik heb vooral het idee dat ik heel veel geluk heb. Ja. Heb je nog meer vragen? Ja. Dit is van een spannende naam, 065595. Die vraagt, heb je ook de, ik kan het niet zo goed uitspreken, maar de Tetradium Danieli in je tuin? Nee, die heb ik niet in mijn tuin. De Tetradium Danieli is de bijenboom. Ja. Want daar is de tuin echt veel te klein voor. Ik heb dus een berk voor en achter in de tuin. Maar de bijenboom is een hele goede drachtboom, want die bloeit heel erg laat. Alhoewel het wel een exoot is. Dus die moet je echt wel, ik zou zeggen, zet die niet overal neer. Hou hem op het erf. Maar ik kan je wel de Zeven Zonenboom aanraden. Dat is een kleiner boompje. En dat is echt een heel mooi boompje. Ook een hele goede drachtboom, vrij laat in het jaar. Ja, ik kan zo'n hele, bijvoorbeeld de gewimperde linde. Dat is ook een fantastische boom, bloeit ook heel erg laat. Dank je. Ik zie nog van Zara, en die zag ik ook volgens mij onderaan nog ergens van H. Joldersma, is een beetje een combinatievraag. Wat kan je doen als je niet zo, ze zegt niet zo'n mooie tuin hebt. En de andere was, wat kun je doen als je een kleine tuin hebt of een balkon? Ja, wat kun je doen als je niet zo'n mooie tuin hebt? Ja, dat is wel een hele leuke vraag. Waarschijnlijk heb je voor insecten dan. De vraag is, zie je daar insecten? Dat zou ik dan wel willen weten van je. Want ik kan me zo voorstellen dat als... Ik kan me zo voorstellen dat als je juist dat heel erg laat verruigen, dat je dan, en je volgt dat door het jaar heen, dat je ontzettend veel insecten ziet. En dat je misschien wel onbewust een heel mooi paradijs aan het creëren bent. Voor insecten, zonder het zelf te weten. Ik zal antwoorden. Oh. Wat je kunt doen met een balkonnetje, nou, dat heb ik al. Ik heb ook bloembakken. Je kunt ook bloembakken aan je balkonrand hangen, bijvoorbeeld. Maar potten natuurlijk gewoon vullen. En je kunt ook op je balkon, zeker als daar de zon komt, kun je daar ook een bijenhotel ophangen. Ik ken ook mensen die dat doen en die verbaasd staan. Die zeggen dan tegen me, joh, ik zit op 9 hoog en ik heb bijen bij mij op mijn balkonnetje. Maar dat kan dus. Dus het is alleen een kwestie van neerzetten inderdaad. Ja. Ja. En zaaien of opkweken of plantjes kopen. Ik zie nog een vraag. Zijn kruiden ook nuttig voor bijen als je ze niet laat doorschieten in bloei? Ja, dat is een leuke vraag. niet direct natuurlijk qua voedselbron. Dat is overduidelijk. Maar bijvoorbeeld, het kan best nuttig zijn, maar niet voor bijen denk ik, maar wel voor andere insecten. Als ik nu door mijn tuin loop, het is weliswaar geen insect, maar het begint met de slakken. Jullie wel bekend? Maar je hebt ook insecten die heel graag genieten van een blaadje. En je hebt gal bijvoorbeeld, insectjes die een gal maken. Dus die leven echt van blad. Dus en ik denk ook dat die geur, maar dan ga ik misschien buiten mijn boekje. Maar ik denk dat die geur ook van waarde is, ook voor insecten. Dus die kwaliteit, want dat kun je zelf ook ervaren. Het is trouwens interessant dat bijen... Die hebben bijna een beetje dezelfde. Bijen hebben eigenlijk, zeker honingbijen, dezelfde voorkeuren qua geuren als mensen. Dus wat ik een lekkere bloem vind, dat vinden honingbijen ook een lekkere bloem. En dat is lang niet zo. Er zijn vliegen die vliegen op bloemen die echt stinken. Die je gewoon niet prettig vindt als mens. Ja. Dat is grappig. Mari vraagt, je hebt net al wel een beetje verteld over de bomen, maar wat zijn goede planten voor helemaal aan het einde van het jaar als er niet meer zoveel bloeit voor de bij? Ja, ik heb het al de herfstasters genoemd. Die heb je ook in allerlei soorten en maten. De klimop is natuurlijk waanzinnig goed. De klimop... ik heb bijna een neiging, ik wilde het eigenlijk niet doen om er een boekje bij te pakken. Ik kan het wel. Misschien kunnen we het ook. Herfststijloos bijvoorbeeld, volgens mij is dat ook wel laat bloeien. Maar misschien kunnen ook wel mensen helpen, gewoon. De hedera, ja precies. Dankjewel, Ricky.
Misschien dat andere mensen ook iets in de chat kunnen zetten. Dat is misschien ook leuk dat we uitwisselen. Ja, ik zat ook al te denken, misschien missen er ook nog wel tips die mensen hebben die wij nog, of jij eigenlijk helemaal nog niet hebt gegeven. Dus bij deze ook een oproep, als mensen nog iets willen delen van, ja, ik heb ook een goede tip, vooral doen, ja. Ja, weet je, er zijn, kijk, ik weet niet of je dit boek ziet, het is heel groot, hè? Nou, dat gaat allemaal om nectar en stuifmeel voor honingbijen. Maar er zit een hele dikke pil. Nou, dit is ook bijenplant. Dit is een Vlaamse gids. Staat allemaal in de lijst, hoor. Ik zeg, kijk hoor. Als we nou even kijken voor de grap in het najaar. Jos zoekt het even lijf op. Nou, ik zie hier Reseda. Reseda odorata. Die bloeit zelfs nog in oktober. Ja, het stuifmeel is bruin-oranje. Die levert zowel stuifmeel als nectar. En laat het nou net zo zijn dat je ook inderdaad wilde bijen hebt die heel erg afhankelijk zijn van de Reseda-soorten. Nou ja, zo kan ik wel doorgaan, hè? Je ziet het. Ik weet niet of je het ziet, maar het is maar één pagina. Dus als je er echt zin in hebt, weet je, en gewoon die bijen ondersteunen, dan is het echt een feestje om eens in zo'n tuincentrum rond te lopen, gewoon door het jaar heen, en dan gewoon je wensenlijstje te maken. En dan te kijken hoe zo'n plant eruit ziet. En je kunt bijvoorbeeld eens kijken van, nou, vind ik die hoogte, staat me die aan? Is het een groenblijver of niet? Is het een... Je kunt bijvoorbeeld, er zijn ook plekken in Nederland, die bijvoorbeeld hier in Drieberg trouwens, waar ik woon, heb je de bijentuin, debijentuin.nl, we hebben een website. Nou, daar staan honderden vaste planten in. En die kun je, het hele jaar door kun je hier komen en die kun je volgen. Er is ook een bijenbomenbos bij. En dan kun je gewoon kijken, nou, wat vind ik interessant? En niet alleen qua mooi, qua uiterlijk, maar je kunt ook kijken, wat zie ik erop vliegen? En zo, dit is echt een... Zeker ook imkers, ik werk natuurlijk vooral met imkers, die geef ik dan cursussen. En ik bedoel, als ze zich gaan interesseren voor bijen, vaak, dan weten ze nog helemaal niks van bloemen en planten. En je ziet heel langzaam dat bewustzijn groeien. Dat is een hele ontwikkelingstocht. Van, en dat is heel erg leuk. Je wordt er echt blij van. En dat komt niet uit de lucht vallen. Ja, ik zie hier nog een vraag. Waar kun je biologische bloembollen kopen? Maar die hebben we volgens mij ook in de PDF staan die we later delen. Of kan je het heel kort zeggen, Jos? Dat mag ook. Waar je bloembollen... dat moet je even googelen. Maar die staat ook in de lijst. Als het maar biologisch is. Ik denk dat je de beste plek, zou ik zeggen, dan moet je even naar bdimkers.nl gaan. En daar staat volgens mij een verwijzing naar een bloembollensite. En die zijn ontzettend goed bezig, die mensen. Dat is Theo Georgiadis uit Noord-Holland. Die maakt zich heel sterk voor gifvrije bollen al jaren. Dus ik zou een oproep doen om bij hem je bolletjes te kopen. En wees er op tijd bij, hè. Die bollen worden nu gekweekt, geteeld. En die worden straks in augustus, begint zo'n beetje de oogst. En die moeten dan in het najaar de grond in. Ja. Ja. Ik zie van Chris een vraag die ik even oversla, want dat is: hoe ga je om met de varroa-mijt bij bijen? Ik denk dat misschien... Nou, daar kan ik iets over zeggen. Ook voor die varroa-mijt is het essentieel dat je gewoon een ontzettende rijke biodiversiteit hebt. Voor ieder insect, zeg maar, het is een open deur, maar ik vond het heel grappig om dat te lezen, een nieuw wetenschappelijk onderzoek, een aantal jaren geleden. De natuur is de apotheek van de insecten. Haha. Weet je wel, dus die insecten die weten wat ze nodig hebben. Maar dat moet er dan wel zijn. Dus het is onze opdracht alleen maar om ervoor te zorgen dat die planten er dan ook zijn. Dus laat het zo divers mogelijk worden. Ja. Dus we hebben allerlei plantenfamilies. De kruisbloemige, de lipbloemige, nou noem maar op, de rozen. Zorg dat al die composieten, zorg dat er een hengel... Nou, dat al die plantenfamilies aanwezig zijn. En maak daar, ik zou bijna een feestje van, in je buurt. Zo van, buurman, wat doe jij? Doe jij de composieten? Oké, dan doe ik de lipbloemige. Weet je, want dat lijkt me zo leuk. Als dat echt zoiets gaat leven.
Ja. En wat voor bomen heb je in de straat? En nou, dat is natuurlijk. Hè. Je hebt in Zutphen heb je het bijenlint. Hè. Zijn mensen met een lint door de stad gaan aanleggen. En dat mensen ook zeg maar plantsoentjes in beheer hebben genomen van de gemeente. Werd een contractje gemaakt. Nou, dan gingen dus plaatselijke bewoners dat doen. Nou, dat is natuurlijk een feestje. Dan kun je kijken van, oh, maar ik wil dat. Ik wil wilde bijen stimuleren. Nou, jeetje, wat hebben die dan nodig? Dus dan moet ik zorgen dat dat echt in dat lint aangeplant wordt. Want het idee was dan dat die wilde bij van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad zou kunnen komen. En je moet je realiseren dat die wilde bijen, in tegenstelling tot de honingbijen, vaak een hele korte actieradius hebben. Die vliegen misschien maar 50 of 80 meter. En dan moeten ze echt zo'n nieuw dat doemetje vinden. Terwijl die honingbij, die kan wel, ja, als het moet, wel 10 kilometer vliegen. Dat is een hele andere wereld. Ja. Ik zie nog, als het vosje zo vroeg in het voorjaar vliegt en leeft, wordt het dan dit voorjaar niet veel te koud voor deze bijen? Heeft natuurlijk wel een dikke vacht, maar... Ja, nee, maar het is heel leuk wat je zegt. Hè? Dus je wijst eigenlijk op die samenhang tussen het weer, de atmosferische omstandigheden en zeg maar het leven van de bijen en de natuur, de hele natuur. Ja, natuurlijk. En dat heeft consequenties voor zo'n diertje. De planten reageren daar ook heel sterk op. Hè? Bloemen kunnen weken langer staan te bloeien in afwachting van het insect. Gewoon puur in afwachting van het insect. En als dat insect geweest is, ja, dan verwelkt die bloem. Dan is dat gebeurd. Dus er zijn allerlei vertragingsmogelijkheden. Ja, tot natuurlijk een bepaalde limiet. Maar je moet niet vergeten dat... Kijk, als je 2 dagen... Dat hebben we gehad, hè, hele warme periodes. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar er hebben ontzettend veel paardenbloemen gebloeid. Echt, het is echt een paardenbloemjaar. En nou, wat dat aan voedsel schenkt, dat is onvoorstelbaar veel. Dus in een hele korte periode kan heel veel opleveren voor die insecten. Ja. Mooi. EFR1 zegt, wat me opvalt is dat bijhotels altijd bestaan uit horizontale holle stengels, maar in de natuur staan stengels bijna altijd verticaal. Dus wat is een natuurlijk alternatief? Oh, dit is wel heel mooi, hè? Ja, die is leuk. Nou ja, weet je. Ja, dat is een goeie. Ja, je wil niet dat het inregent, hè? Zo. Dus, oh, ja. Dus het moet wel... Nou ja, ze maken het dicht, hè? Dus ze dichten het af. Ja. Ga maar over nadenken. Nee, ik zou gewoon creatief worden als je zelf een bijenhotel maakt. Weet je, ik zou zeggen onderzoek, experimenteer. Dus maak inderdaad scheve bijenhotels. Zou ik zeker doen. Maar ik kan me zo voorstellen dat het... Dat het helemaal niet zo gek is om het inderdaad horizontaal te doen. Waarom weet ik ook niet. Ik denk als je dit. Ik ben geen expert op wilde bijengebied. Maar ik kan me voorstellen dat daar een reden voor is. Dat het niet verticaal is. Maar misschien is het wel verticaal. Ik heb een goede vraag. Dat gaan we opzoeken. Misschien nog een goede vraag. Is er iemand die een antwoord op heeft? Misschien de zwaartekracht. Misschien de zwaartekracht, ja, precies, bijvoorbeeld. Mark vraagt zich nog af of het zinvol is om een zandhoopje in de tuin te maken op het zuiden gericht om bijvoorbeeld de aardhommels of andere bijen die in de grond nestelen de kans te geven gangen te graven. En wat voor type zand zou dan het beste werken? Ja, dankjewel. Superleuke vraag. Ja, weg dat gras eruit. Maak zandhoop in je tuin. Hartstikke goed. Ja, nee, top. Die tegels ook eruit. Onttegel alles. Je moet wel opletten waar je het doet. Maar, ja, ook wel wat meer onttegelen, Jos, vind ik. Ja, ik weet het. Nou ja, ik weet het. Maar ik heb een grote familie en ik vind het leuk om mijn kleinkinderen te kunnen ontvangen en zo. Ja. Maar je ziet, ik merk wel dat ik steeds meer potten krijg in de tuin. Dus dat, waar waren we? Ik ben even van op de zandhoop, sorry. Oh ja, de zandhoopjes. Ja, jeetje, dat is een leuke vraag. Welke zand zou ik dan gebruiken? Ja. Ik zou gewoon verschillende zandhoopjes maken. Als je daar lol in krijgt. Ik zou het niet weten. Maar ik zou geen zware klei nemen. Dus het is goed om... het moet hanteerbaar zijn. Maar ik denk als jij gaat googelen op bijvoorbeeld metselbijen of zandbijen. Zandbijen bijvoorbeeld is een hele groep. En dan moet je maar eens kijken hoe groot de korreltjes zijn. Die naast die bijtjes liggen.
En die moeten ze wel kunnen verplaatsen. Dus het moet wel hanteerbaar blijven voor ze. Ja. Dat is een goeie. Ik heb een tuin op het westen, zegt Anja. Daar wil ik wel tips voor. Voorkant is warmer. Ja, op de warme kant, hè, dat is dus die afhankelijkheid van die, van met name die wilde bijen en bijvoorbeeld wespen ook, die zijn echt afhankelijk van de zonnewarmte. Dus als je ja, dat broed wil ondersteunen, dan zul je dat op een warme kant moeten doen. En er zijn natuurlijk zat planten die gewoon ook in de schaduw groeien. En met name stintse planten kunnen prima laag in donker. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel planten die, die niet in de volle zon willen staan. Ja. Ja, ik zie ook nog een vraag, we hebben het over schaduw, en ook nog een vraag over van Tom. Of hij ziet het redelijk hard waaien bij jou en hij zegt, zijn windvrije plekken in de tuin een must of vinden bijen hun weg wel naar een veilige plek? Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat luwte wel fijn is. Ja. Dat zie ik ook bij mijn honingbijen, maar dat kun je gewoon, ik zou bijna zeggen, word even een bij. En dan, moet je gewoon eens gaan kijken wat het met een insect doet als het heel erg waait. En dat is gewoon niet prettig. Ik denk dat de luwte heel prettig is. Ja. Ja. Dit vond ik ook een grappige van EFR1. Heb je wel eens gelezen dat als je 10% van je tuin laat verruigen, dat voldoende is om de biodiversiteit in je tuin te bevorderen? Klopt dit? Voldoende voor wie? Nee. De biodiversiteit, denk ik. Ik denk voor deze... Ja. Nou ja, interessant. Ik zou zeggen 20%. Nee, ik zou... Weet je, hoe meer, hoe beter, toch? Maar alle beetjes helpen. Maar misschien wijst dit wel op de verstening in Nederland. Zo van als 10% al kan helpen. Wauw, dus dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel nog niet verruigd is. Dus, en het klopt ook wel. Ik denk echt de verruiging... Dus wat je gewoon niks aan doet. En ook met rust laat. Hè, daar hebben we het nog niet zo over gehad. Ook in de winter met name. Dus mensen, laat die bladeren liggen. Weet je wel. Ga niet helemaal met die bladblazer in je tuin. Maar, dus verruig het. En Dus dat is ook altijd bij boeren de discussie. Zo van, kan het maaibeheer anders worden? Hè, bij de veehouders. Kun je gaan sinus maaien? Kun je hoekjes overslaan? Mag dat, kun je daar misschien wat minder maaien? Ik snap het wel. Dat is het hooi, dat is het eten voor de koeien van de winter. Maar je kunt toch ook wel iets anders maaien en daar rekening mee houden hier en daar. Nou, en sommige boeren doen dat. Dat is fantastisch. En dat werkt. Dus als je dat sinus maaien, wat de vogelbescherming, of wat zeg ik nou, de Vlinderstichting, erg promoot. Dat is ongelooflijk goed. Ja. Ja, volgens mij is het ook deze maand. Mei is ook mei niet mei. Ja. Tom heeft nog gezegd, zullen ze... Oh, nog over het riet. Zullen ze niet vooral in afstervend riet en holle stengels nestelen, die dan dus omvallen en daarom daarin nestelen? Ja, dat zou goed kunnen. Ik weet wel, wij hebben een rietenkap hier in Driebergen op de bijenstal. En daar nestelen ze ook in. Dus dat is zeker afgesneden en omgehakt riet. Ja. Dat, Tom heeft ligt, goed ingeleverd. Dat ligt zeer plat, ja, dat riet. Ja. Ja. Oh, Ricky heeft nog een tip. Vraag de gemeente of ze bladblazers in de ban willen doen. Ook goed voor onze oren, ja. Daar ben ik het ook mee eens. Ja. Ja, dat waren eigenlijk alle vragen. Ik weet niet of iemand nog een... Oh, ik zie nog iets binnenkomen. De meeste mensen willen graag een opgeruimde tuin en hebben vaak weinig tijd om in de tuin te werken. Dus misschien dat de 10% een minimum is. Ja, nou ja. Dat, heel goed. Ja. Nou, heel erg... We hebben nog tijd over zelfs, Jos. We hebben nog 5 minuutjes... Nou. Ik kijk gewoon of er misschien nog mensen zijn. Maar misschien heb jij nog iets heel moois te delen. Ja, iets moois te delen op bijengebied of op wilde bijengebied. Ja, ik maak voor allerlei mooie dingen mee. Nou, weet je wat? We zijn zo intiem nu, hè? We zijn een heel klein clubje maar. Ja. Dus ik wil wel een mooie intieme ervaring met jullie delen.
ik heb een heleboel van dat soort wonderlijke ervaringen. Mm-hmm. Die ik niet altijd zomaar deel. Maar dit is zo'n klein, mooi, fijn clubje. Daar kan dat denk ik wel mee. Kijk, Rudolf Steiner die zegt iets heel wonderlijks over insecten. Zegt hij hele mooie dingen. Maar ook over honingbijen. De honingbij is het meest door hem besproken dier. Dat is eigenlijk ook al heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft. En hij zegt daarover, hij zegt eigenlijk als je een bijenkast openmaakt, dan is dat eigenlijk helemaal doortrokken van liefdeskrachten. Nou, en dat lees ik dan in zo'n boek, weet je wel. Dat lees ik in een voordracht. Dan denk ik, ja, jeetje, moet ik daar nou bij denken? Liefdeskrachten. Oké, interessant. Bij een dier. Bij een honingbij. En toen overkwam mij het volgende. Ik heb 3 jaar heb ik stuifmeelonderzoek gedaan samen met het Louis Bolk Instituut. Dus dan ging ik iedere maand ging ik al mijn volken door op 6 verschillende locaties. En daar nam ik dan stuifmeel uit de raten. En dat lieten we dan in Duitsland bij een laboratorium onderzoeken. En zo kregen wij een beeld van het drachtgebied. Dus wat voor planten daar groeiden, zeg maar, rondom die boerderijen. En waar dus onze bijen het stuifmeel op verzamelden. En dat gaf ongelooflijk mooie informatie. Want dat konden we gebruiken om met de boeren in gesprek te gaan. En op een moment was ik bij een van mijn boeren. Ik was een gegeven moment bij een van mijn boeren. En ik til zo'n raampje met bijen uit de kast. En ik zet dat neer op de kast. En ik haal met een klein apparaatje. Haal ik zo dat stuifmeel uit dat celletje. En dat stop ik dan in een klein flaconnetje. En ik hoor mezelf zeggen, als liefde een gevoel is, dan voel ik nu liefde. En ik wist niet wat me overkwam. En toen deed ik mijn hoofd omhoog en toen keek ik naar mijn linkerhand, die dat raampje vasthield. En daar liep de koningin over mijn linkerhand. En als ik het vertel, dan voel ik dat eigenlijk weer. En ik had het onlangs weer, die ervaring. En dat vind ik zoiets magisch. Ik maak het ook met groepen mee. Dat dan opeens de koningin zich toont. En volgens mij heeft het heel vaak te maken met je innerlijke houding. En met de groepshouding, de innerlijke houding. En zo gebeurt het me ook. En dan moet je maar eens op letten als je in een tuin zit. En je krijgt echt oren, je zintuigen gaan open voor de natuur. Dan kan het je overkomen dat die natuur naar jou toe komt. Dus het overkomt me regelmatig dat een bij op me landt. Of vanmorgen dan zit ik op mijn stoel achter koffie te drinken. Zo'n houten stoel heb ik dan. En dan landt er zo'n koninginnenwesp naast me. En die komt dan die houtvezels van die stoel afhalen. Want die is natuurlijk een nest aan het bouwen. Nou, dat soort dingen. En zo kan ik talloze ervaringen. Maar het geldt ook voor. Als je daar echt wakker van wordt, dan kan het zelfs zo ver gaan dat je in een gesprek bent, in een gesprek, intensief gesprek bent met iemand. En dat je opeens een vogel heel hard hoort zingen en die bevestigt eigenlijk wat er uitgesproken wordt. Ja, dat had ik laatst. Zo ver gaat dat. ik ga heel even ingrijpen, Jos. Ik vind het echt heel erg mooi dat je het hebt gedeeld, want dit soort verhalen ben ik altijd dol op als je dit vertelt. Dus ik vind het heel mooi dat je dit hebt gedeeld. Maar ik zie nog dat het eigenlijk al 9 uur is en dat er toch nog 2 vragen zijn. Dus ik ga toch een beetje een eind aan breien, mocht er iemand nog ergens heen moeten. Ik zie van Mark. Wat is jouw meest indrukwekkende plek in Nederland wat betreft de biodiversiteit? Bijvoorbeeld een landgoed ergens. Oeh. Ja, dat is wel lastig, hè? Ja, dat vind ik een moeilijke. Natuurakkers Doornik, zegt Tom. Ja, precies. Ja, nou goed, ik vind Kruijbeekerhof is een feestje. Ik vind de Naobehoeve is een feestje. Ik vind Chaos is een feestje. Dat zijn boerderijen waar ik kom. Zo zijn er. De Odinboerderij, de Beerse. Ja, dat is een van de. Ja, de Beerse Hoeve. Dus dat is ook heel boeiend als je op boerderijen komt. Dan, bij de ene boerderij, dan slaat bijna die biodiversiteit om je oren, zou ik willen zeggen, en de vogels. En bij de andere is dat helemaal niet zo.
En dat is heel boeiend. En vaak is er dan ook echt één iemand aanwezig. En dat is vaak, zijn het vrouwen trouwens, die dan daar aandacht voor hebben. En die dan overal bezig zijn om daar vorm aan te geven. Gelukkig ook mannen hoor. Maar ik wil niet discrimineren. Het valt jou op. Maar dat valt mij op, ja. Dat valt mij gewoon op. En dat is een bepaalde kwaliteit, ja. Dat is waanzinnig mooi. En ja, daar word ik heel gelukkig van. Dus ja. Mooi. Ik zie nog als laatste, want dan ga ik het wel een beetje afronden. Ik zie nog de Immetuin in Blaricum als tip en teling is weer. Oh ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat is ook nog een mooie. Dus die kan iedereen mooi gaan bezoeken om helemaal geïnspireerd te raken. Ik dacht ook nog, ja, hoe Chris zegt, hoe krijgen we meer mensen bewust dat maaien en netjes niet de norm moet zijn? Ja, ik denk vooral ook door daarin te duiken. Dus door je bij de Vlinderstichting te kijken van wat is het verschil? En dan valt je, en dan, wat maakt het uit of je een kaal gazon hebt? Of dat je inderdaad een kruidenrijk weiland hebt. Het is schrikbarend om te lezen hoe weinig insecten er eigenlijk voorkomen op de akkers en in de vrije natuur. In vergelijking met stedelijk gebied. Ja. En het is gras, hè? Koos Biesmeijer die zei het vorige keer al. Die noemde het grasveld. Ja? Dus die weilanden van ons die zijn totaal niet meer kruidenrijk. Over het algemeen. Ik rijd er iedere dag doorheen en als, nou ja, dat is echt een drama. Ja, dus maar die heeft ook vooral zelf het voorbeeld gegeven. Ja, daar beginnen we natuurlijk mee. En niet gaan chicaneuren, maar gewoon aan het werk gaan. Ja. En feestjes vieren. Over, ja, dat is het allerbelangrijkste. Nou. Werkdagen organiseren. Ik denk, we hebben in 2019, dat was de laatste jaar waarin we dan op de zondagen tijdens de meimaand, bijmaand bij elkaar kwamen bij de boerderijen. Toen hebben we dus inventarisatie gedaan. Ja, dus insecteninventarisaties. Dus dan kregen mensen een determineerkaart met de dan rondvliegende insecten. Mm-hmm. Nou, dat was een feestje. Dan gaat er een wereld voor je open. En dan vervolgens heb je een gesprek met de boer daarover. Van hoe komt dat en wat zouden we nog kunnen verbeteren? En dan valt opeens mensen op. Hé, joh, maar ik zie veel meer insecten op de plekken waar het warm is en waar de zon schijnt. Weet je, ja. Dat soort hele simpele waarnemingen. En dan ontstaat die natuurverbinding weer. En dan word je gelukkig van, zou ik bijna zeggen. Heel mooi. En de natuur ook. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt Jos. Ik denk als we mensen vanavond niet geïnspireerd zijn door jou, dan, dan weet ik het ook niet. Dus heel erg bedankt voor jouw... Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Inspiratie en bijdrage. Ja, fijn dat jullie gekomen zijn en dat jullie interesse hebben voor dit thema. Ja. Bedankt! Heel leuk. Iemand heeft het gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Mooi voor een mooie indruk hebben we ervan gekregen. Ja. Dankjewel. 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 Heel graag gedaan. Ja. Hele fijne Pinksterdagen. Allemaal. Ja, allemaal. Ja. 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 Doei. Hoi. Okay. Mooie zomer met veel bijen. En mocht je nieuws willen ontvangen, abonneer je dan op de Imkerij nieuwsbrief bij Odin. Ja. Ja? Ja? Gaan okay. We doen. Doei doei. Doei doei. Ja, ik wilde ook nog zeggen, als mensen nog meer willen weten, dan kunnen ze ook via onze website klikken op de Imkerij en daar meer over lezen. En dan kunnen ze ook alle filmpjes terugkijken. En dat we ook van de week een filmpje hebben geüpload over wat is biodynamisch imkeren. En trouwens nog als allerlaatst, deze video en ook van de vorige webinar die je misschien hebt gemist, die gaan we ook nog uploaden op onze website. Dus dan kun je nog alles teruglezen ook en kijken. Ja, leuk. Oké, dank je Jos.